We gaan het ook over films hebben, maar ja. Luud, er zit ook wel een linkje nog, hè? Mick Jagger films? Nou ja, kijk, zowel Mick Jagger als Keith Richards, die hebben allebei wel linken met Hollywood. Mick Jagger vooral ook als acteur in een western, Ned Kelly, science fiction, Free Jack. En ook als filmproducent. Kijk, en Johnny Depp heeft natuurlijk zijn karakter van Jack Sparrow in de Pirates films gebaseerd op Keith Richards. En toen ook gevraagd of Richards in deel 2 zijn vader wilde spelen in de film. Okay. En er komt volgend jaar een nieuwe Pirates film en daar zit Keith Richards ook weer gewoon in. Wauw. Maar goed, de film van vandaag, Need for Speed. Snelle auto's en sensatie. Het verhaal, de plot van deze film, die kun je eigenlijk op een bierveeltje schrijven. Dan hou je nog ruimte over. Het is gebaseerd op een videogame. En ja, het is eigenlijk 2 uur lang racen. Maar dan wel op een manier die ik bijna oud-Hollywood zou willen noemen. Omdat het gewoon echte stunts zijn. De afgelopen jaren kwamen de stunts vooral uit de computer. En net zoals we een ruimteschip uit de computer toverden, deze nu met auto's, met gevolgd door een digitale explosie. Maar ja, ik ben eigenlijk nog van de oude stempel. Jaren 70, jaren 80, Bullet, French Connection, Blues Brothers vooral. Yeah. Zoveel mogelijk auto's in de puin op één grote schroothoop. En daar doet deze film een beetje aan denken. Stukje trailer. Ja. I spent 2 years thinking about one moment. In our world, you always go back. He just left him there. That's what I can't forgive. It's time we make him pay. But first, we're gonna need a fast car. Maar Luud, als jij dan al die stunts ziet, hè? Misschien ben ik niet meer goed gelovig, maar kan dit echt allemaal echt zijn? Nou ja, kijk wat er hier gebeurt ondertussen. Ja, maar kijk, in de jaren 70 en 80 zagen we dit ook in films. En toen was er van de hele computereffecten nog geen sprake. Dit? Goed even kijken ondertussen. Ja, nee, toen vlogen ze zelfs nog verder. En ik weet niet of jij nog de tv-serie The Dukes of Hazzard kunt herinneren. Ja. Met de General Lee. Nou, die vloog ook best ver. En dan gingen ook gewoon elke week voor een tv-aflevering al 4 auto's doorheen. Dus maar kijk, die mensen, die stuntmannen, die zijn er nog steeds. Alleen die hebben de afgelopen jaren veelal zonder werk gezeten. Zelfs bij een filmserie als Fast and the Furious kwamen steeds meer stunts uit de computer. En bij die reeks is eigenlijk het hele autorace een beetje op de achtergrond geraakt. En nu heeft het meer te maken met een soort van James Bond film. Maar wil de kijker dat nog wel? Als wij zo gewend zijn aan die fantastische stunts die door de computer weliswaar gemaakt worden, dat we dan weer even dat stapje terug doen. Is die film dan nog even leuk? Nou ja, voor de echte fans is het nog leuker. Het is altijd leuker om naar iets te kijken waarvan je weet dat het echt is, dan dat je denkt van er heeft iemand op zijn toetsenbord zitten tikken. Ja. En zeker die jongens, we zagen er straks al in het filmpje van Verhalen halen van Rob Bartol, die dan stiekem aan het racen zijn op zo'n stuk snelweg. Ja, die kunnen hun hart ophalen bij deze film. Want het gaat echt los in deze film. En dat is gewoon heel leuk. Ja. Is een film waar jij naartoe zou gaan, Patrick? Nee. Er wordt niet ingezongen. Er wordt niet ingezongen. Nou, ik vind het wel leuk om alles op elkaar te zien knotsen en zo. Maar ik zit ook altijd een beetje te lachen van dit kan eigenlijk helemaal niet. Ja. Maar nee. Meer documentaire-achtige en muziek-achtige films. Oh, oké. Okay. Zijn er nog dingen die we echt moeten weten over deze film? Dit is een guilty pleasure, weet je wel. Het blijft voor mij gewoon leuk entertainment. Popcorn entertainment, zo noemen ze dit. Nou, ja. Je bent na een half uur als je uit de bioscoop komt, dan ben je het alweer vergeten. Maar je hebt gewoon twee uur lang een hele leuke tijd. En je kunt even al je zorgen vergeten, niks. Je ziet gewoon lekkere auto's op elkaar knallen, heerlijk toch? Ja.